Yo, kijkers van de Games, leuk dat jullie kijken weer naar een nieuwe video van Eurotruck Simulator 2 en misschien wel een toekomstige serie. Ik wil dus een nieuwe serie gaan maken. En dit is eigenlijk een soort van video om te kijken of het een idee is als we hier een serie mee gaan doen. En als ik dan deze serie wil starten, gebeurt dat uiteraard met deze Volvo en deze container die je dus hier ziet. Ik kan net zo even het motor aanzetten. Klinkt best wel dicht naar mijn mening. Eventjes vanaf het interieur nog. Daar komt hij. Oh, ja, best wel dicht. Nou, het interieur ziet er ook best wel vet uit. Ik kan even de verlichting aanzetten. Weer wat interieurverlichting. Super vet. Hier een soort van radio zie ik hier. Wat kastjes, wat opbergruimte. Ik zie lampjes hangen. Ik weet niet wat dat is voor de verlichting, zo te zien. Dus ja, op zich, het ziet er best wel vet uit. We hebben hier een TomTom en een radio. En het stuur natuurlijk ziet er ook heel vet uit. Ik heb in ieder geval een route uitgestippeld. Die wij dus kunnen rijden. Als we eventueel gaan beginnen met deze serie, staan we ook lekker op een goede plek. Dus daar gaan we nu ook even heen rijden. Maar ik wil dus eigenlijk gewoon een beetje kijken, is dit een leuk idee dat we gewoon een Eurotruck serie gaan maken? En mocht je het nog niet weten, ik zit op de ProMods serie, of op de ProMods map eigenlijk. En op de ProMods map wil ik van onder naar boven toe rijden. Dat leek mij eigenlijk wel een heel leuk idee om dat te gaan doen. Dus even kijken, we zitten nu onderaan ProMods eigenlijk. En mijn bedoeling is dan om helemaal naar boven te rijden, dus dat we gewoon even kijken, dat we gewoon hier eindigen of zo, weet je wel. Helemaal bovenaan en dan bij, even kijken, wat is, zal dan leuk zijn bij de garage of zo, of bij een bedrijfje hier zo. Nou, dan krijg je dus een route van 11.206 kilometer. Dus dat we dus deze route gaan afleggen en dan echt helemaal naar boven toe. Oh, dan moet deze wel even weg, zo. Dan wordt het dus een route van 5613 kilometer. Dat is best wel een lange rit en die wil ik dan eigenlijk gaan verdelen in meerdere video's. Dat leek mij best een leuk idee. Dus ik ben ook benieuwd naar jouw mening. Dus laat vooral even weten wat jij hiervan vindt. Moeten we deze serie gaan maken? Zo ja, laat het even weten. Zodat ik kan zien van, oh, we kunnen hier wel aan beginnen. Want meerdere kijkers vinden dit leuk als ik dit in ieder geval ga doen. Nou, laten we dan in ieder geval naar de plek toe rijden. Het was volgens mij een McDonald's. Dat was best wel een grappig iets. Dat we gewoon daar beginnen. En dat we vanuit daar dan langzamerhand de route pakken naar boven toe. Ik moet deze auto eventjes doorrijden. Ik heb ook bewust voor deze Volvo gekozen. Super dik. En dan nog zo met een container erachter. Ja, dat is echt lijp hoor. En de omgeving ook gewoon weer. Ja, het is ProMods natuurlijk. Dat is sowieso wel heel erg gaaf. Ik had eventueel ook de Nederlandse map kunnen kiezen. Alleen één nadeeltje van die map, die is nogal klein. En als ik dan met die map wil gaan, een serie wil gaan maken, wordt dat best wel lastig denk ik. Want ja, als ik die map van links naar rechts wil pakken, dan ben ik al in een uurtje, ben ik al van links naar rechts. Of misschien wel minder. En ProMods doe ik veel langer over, dus dan kan ik ook meerdere afleveringen maken. En wellicht in de toekomst, als we deze rit hebben voltooid, kunnen we altijd nog zeggen van, oh, we gaan een keertje weer naar onder toe. Of we gaan naar links of naar rechts van ProMods. Die opties zitten er dan ook nog op. En bij de Dutch Map is dat vooral één lange straat, om het even zo te noemen, één lange snelweg die we kunnen gebruiken. En ProMods is daarentegen veel groter, dus heb ik ook meer mogelijkheden om ergens naartoe te kunnen rijden. Dus je kan het eventueel in de reacties onder de video laten weten wat je hiervan vindt. Je kan me even een berichtje sturen op Discord. Of je kan het gewoon in de openbare server doen. Linkje staat ook in de beschrijving. Check dat ook even. Zit je nog niet in Discord? Check dat dan ook even en druk gewoon op de link. Je mag er gewoon gratis in. Kijk, moeten we hier nou naar rechts? Volgens mij niet. Nee, we moeten inderdaad rechtdoor. Dus je kan in ieder geval Discord joinen. En dan blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste video's. Of als ik iets ga livestreamen, post ik het daar ook in. En dan kan je altijd zien van, oh, HD Games gaat live.
Dus we gaan vanavond naar een streampje kijken, want we wisten dat. Want hij zei dat dus in Discord. Okay, het is best ingewikkeld te wegen hier. Moeten we nu zo te zien wel rechtdoor, hè? Ja. Want volgens mij naar rechts kunnen we niet. Oh, wel. We konden wel naar rechts toe. Maar dan oh, wacht. Nu ben ik wel de verkeerde kant op gereden, hè? Ja, ik moest blijkbaar toch de afslag hebben. Kijk, het is al een goed begin van promos, hè? Ik ga gelijk de verkeerde kant op. Nou, dan rijden we gewoon even een klein stukje om. Dat is ook geen probleem, natuurlijk. Nou, eens even omgereden. Even kijken. Dan moeten we hier dus rechtsaf nu. Want anders gaan we weer verkeerd rijden. Dus we moeten hier afslaan. Want net reden we dus hier links de weg op. Wat eigenlijk gewoon niet de bedoeling was. We moesten dus deze weg hebben. Maar het is goed gekomen. We rijden nu op de goede weg in ieder geval. Misschien dat ik de TomTom nog wat kan aanpassen. Dat hij wat verder ingezoomd is. Zodat ik beter kan zien waar we heen moeten. Maar dit gaat op zich ook nog wel. Het enige nadeel van Proms is wel een beetje, het zijn super veel wegen. Dus het is een beetje lastig kijken van, oh, waar moet ik heen? Dus nu zoom ik even in. Dan kan je gewoon beter zien waar we heen moeten. Ook het licht in deze truck vind ik echt super vet. Kijk, als je het zet hem nu weer uit. Het is wat donkerder, weet je wel. En dan zet je hem ook weer aan. Dat is wel vet, dat het gewoon in deze truck zit, zeg maar, die lampen. Dat heb je niet in elke truck namelijk. Oh, even kijken, moet het hier al af? Het is in ieder geval een klein ritje. Maar dan kan ik wel even laten zien waar we eventueel kunnen beginnen als we deze serie gaan starten. En als ik deze serie zal starten, zal dat iedere woensdag online komen. En dat denk ik rond een uur of 6 of zo in de avond. Hij heeft nog wel een beetje moeite mee deze vrachtwagen om naar boven te komen. Natuurlijk, de trailer is leeg, dus het gaat iets makkelijker dan dat de trailer vol zit geladen met goederen. Dus rijdt hier ook best wel traag, ook al mag je hier maar 40. Even kijken, moeten we nu rechtdoor of moeten we hier nu links? Zo te zien rechtdoor. Als we naar links gaan, dan gaan we dus zeg maar een rondje draaien hier deze weg op. En ja, dat moeten we niet hebben. En hier voor ons zien we ook al de McDonald's en daar ga ik heen. Want vanuit daar kunnen we gewoon mooi beginnen als het ware. Kunnen we eigenlijk soort door de Mac drijven heen als het ware. Ik weet niet of dat daar helemaal paste, want ik heb niet echt helemaal goed gekeken of daar geen borden zaten ofzo. Maar volgens mij lukte dat wel. Dus even kijken waar we dan heen moeten. Maar kijk, hier rechts is de McDonald's inderdaad. Dus moeten we daar heen. Dus dan moeten we even kijken hier erop zo te zien. Het is best wel vet gemaakt op deze manier zo. Hoort totaal niet bij het bedrijf die Mac. Maar is wel leuk bedacht. Kijk, ik heb natuurlijk wel een trailer. Moet even goed sturen hier. Kijk, dan moeten we dus hier even de Mac drijf in rijden. Dat was iets te veel geremd. Kijk, gaan we dit halen? Best wel tricky dit, hè. Om dit zo te doen. Oh ja, daar raak ik een auto. Oh nee, ik raak de auto net niet. Chill. Oké, we zitten hier wel met een laag plafond. Dus dat passen we ook maar eventjes vooruit. Ja, die gaat net hoor. Heb je ook een idee hoe deze serie moet gaan heten? Laat dat ook vooral weten. Ik zag al in een livestream dat iemand zei van heet het... of ga het gewoon noemen als reis op reis met HD games. Is een leuke naam. Maar of we die gaan gebruiken, dat weet ik nog niet. Dus laat dat ook vooral even weten in Discord of stuur me een berichtje. Dan kan ik kijken wat jullie daarvan vinden. Dan zal ik in ieder geval de trailer hier nu neerzetten. Met de truck zo. Hoppatee. Dan kunnen de motoren uit. Ja, het blijft wel een mooi ding hoor. Hij staat wel een beetje scheef. Zal ik hem iets rechter zetten? En nu staat hij wel heel erg scheef. Dus even kijken. Dit is wat beter zo te zien. Zo. Motoren mogen uit. Lampjes mogen uit. En dan laat vooral even weten. Is dit een leuke serie? Of weet jij een naam hiervoor? Laat het vooral even weten dan. En dan zie ik je als het goed is bij de volgende video.
van de Euro Truck Simulator 2 Pro Monster Road Trip. Later!